Ja, hier is Fishy weer. Hoi. Hi. Ja, welkom weer bij een nieuwe video. Ja, weer Infinite Warfare. Jullie vinden het een kut game, hè? Jullie kijken alleen maar hier om de titel. Ja. Jullie willen een giveaway hebben? Ja. Ik denk het ook. Maar nu nog niet. Er komt zo'n meteen pas. Eerst wat over de gameplay. Je zou toch even moeten kijken. Jullie zien op de achtergrond namelijk gameplay van mij op de map Frontier. En ik speel hier alleen met Paul samen. Want we hadden dit opgenomen voor onze MVP-serie. Maar ja, audio was geglitst. Dus ik kon deze niet uploaden. Ondertussen is trouwens wel, volgens mij met dit wapen, online gekomen. In ieder geval 34 kills in de potje TDM. Ik vind het helemaal goed. Het is trouwens echt een kutwapen, die FAR-40. Dus ja, ik raad hem niet aan. Oké, dat was over de gameplay. Ha! Ja! Ja! Nou, jullie krijgen ook nog challenges vandaag. Maar weet je wat? Voor de mensen die dan de rest van de video niet willen kijken. Omdat ze denken toch van, ja, ik wil het helemaal niet zien. Weet je, het interesseert me gewoon eigenlijk helemaal niks. Denk ik bij mezelf, weet je wat? Ik kan gewoon beter eerst nu met die giveaway beginnen. Dan kan ik zien in mijn statistieken van naar de giveaways die zo'n pijltje naar beneden gaan. Kijk eens. Zo. Zullen ze opletten? Of gaan jullie toch de video afkijken? Ik hoor het wel, ja? Ik hoor het wel of jullie die video af gaan kijken. Ah, giveaway dus. Yes. Ik had al getweet, namelijk via Instagram, dat ik Titanfall binnen heb gekregen, de game. Met wat shirtjes erbij. Ha, en die shirtjes kan ik weggeven. Want ik heb er 4 gekregen. En 1 ga ik er bewaren. Al kan ik hem niet aan. Want het is maatje M. Nee. Ik heb bijna L. Maatje. Is L, zeg maar. Dat is een beetje. Maar M is net een beetje te klein. Maar in ieder geval, deze shirts ga ik weggeven. Ik heb er dus 3. En ja. Wel leuk toch? Ja toch? In ieder geval leuk als je dingen mag weggeven. Maar in ieder geval, wat je moet daarvoor gaan doen is, ik wil dat jij, nou in ieder geval hier bij de comments gewoon even je Twitternaam achterlaat. Dat is echt heel belangrijk. En ik wil dat jij naar mij tweet hoe jij mijn video's bekijkt. In welke situatie. Dus je moet gewoon een selfie maken. En voor mij, ja, dan moet je knap actie doen met je mobiel. Maar ja, of je PC of weet ik veel. In ieder geval, je moet een selfie maken van dat jij gewoon mijn video aan het kijken bent. En jullie hebben daarvoor de tijd. 1 hele dag. Tot in ieder geval morgenavond 7 uur. En dan zal ik via Twitter ook de uitslag doorgeven. En dan kunnen 3 mensen kunnen dus een supercoole, hippe, next-gen shirt krijgen. Als ze willen. Ja. Dus wat je daarvoor moet doen, nogmaals. Even bij de comments in ieder geval achterlaten wat jouw Twitternaam is. En dan kan ik namelijk later ook gaan volgen. Het is ook wel handig, hè? Dat je iemand een DM'tje stuurt van wat is jij er is, waar moet hij naartoe? Want anders, ja, ergens daar. Of ergens. Daar. Daar kan. Maar in ieder geval, dus dat moet je even achterlaten bij de comments. En dan via Twitter dus een foto maken. Een hele vette. Met mijn S4. Die kapot is trouwens. Nou ja, er zit een barst in, zou ik zo zeggen. Maar iemand zal een vette, vette selfie maken. En dan zeg ik: ik ben gewoon die fits van vis aan het kijken, jongen. Ik ben gewoon die fits aan het kijken. Ja, dat vind ik zelf. En dan doe je gekste bek of zo. Of... Maar je moet jezelf ook op die foto zetten. En ja, dan ja, het gebeuren waar je naar kijkt, zeg maar. Ongeveer. Dus ja, doe dat. Doe dat. Ha. Oké. Nou, in ieder geval dat even over de giveaway dus. De video is al bijna over. Dat is heel mooi. Want dan kunnen we even overgaan naar de fish challenges. Voor de mensen die dus nu geen interesse meer hebben in de video. Die klikken dit gewoon nu weg. En ja, dan zie ik je wel ooit een keertje weer. Denk ik. Oké. In ieder geval de fish challenges van deze week. Even mijn Word documentje openen. Zijn, je kunt trouwens spelen tot volgende week zondag 7 uur, doen we dan. Ja, dus vanaf nu 11 december, volgende week is het 18 december denk ik dan. 18 december, ja.
om 7 uur kan je die challenge gaan halen. Heb je een challenge gehad? Stuur het naar mij op visioneten1980@gmail.com. En ja, dan kan ik jouw gameplay gebruiken. Misschien voor een leuk commentary, Q&A gameplay. Gewoon leuk. Misschien een duel met een YouTuber. Een kleinere YouTuber. Een duel doen samen. Is ook leuk. Misschien. Als je dat leuk vindt trouwens. Hè? Als je denkt van, nou, je kan toch misschien een subje erbij krijgen via Vis. Kan je dat halen. Ja. Dus ja, in ieder geval de challenges van deze week. MW3. 100 plus halen. Trouwens, vergeet dus niet met Fish Clan Tag te spelen. Hè? Je moet dus Fish voor je naam hebben. Fish. Ja? Fish. Oké, okay, 100 plus in ieder geval. Op MW3 dus. Black Ops 2. 50 plus sniper kills in een potje domination. Dus ja, meer dan 50 kills maken met een sniper. Sniper only. Ik tel ze echt af. Challenge is niet gehaald als je het met killen en de killstreaks haalt. Dus je moet eigenlijk non-lethal spelen. Maar je weet het wel. 50 kills in ieder geval. Sniper. Altijd leuk. Ghost. Haal een campstrike. Met de Antar. Hartstikke leuk wapen. Toen de tijd. Om mee te spelen in ieder geval. Dus een campstrike met de Antar. Graag voor Call of Duty Ghosts. Ja. Advanced Warfare. Haal een KD van minimaal 10. Met minimaal 30 kills. Ja. Dus 29 kills is niet genoeg. Nee, je moet 30 kills en dan zoveel deaths. Max 3 deaths. 40 kills, max 4 deaths. 45 kills, max 4 deaths. Ja, snap je? Dus 5 deaths is dan te veel, zeg maar. Ja? Oké? Oké. Okay. Dus 10 KD ratio minimaal halen in AW. Black Ops 3. Haal op de map Nooktown. Hè? Dat ken je wel. Dat is het hele kleine mapje wat geremake wordt. Oké. In ieder geval, haal een Nooktown Nuclear. Modern Warfare Remastered. Haal op een nieuwe map. Die map komt trouwens 13 december uit. En haal daarop een Vicious Medal. Dus is max minimaal 30 killstreak. En de laatste van deze week is op Infinite Warfare. Haal een Unsilenced Deatomizer Strike. Ik zou zeggen, veel plezier, veel succes. En hou je rustig later.